Het loopt niet echt storm op de maandagse weekmarkt in Medemblik. Ik heb zelf 25 jaar gemarkt, waarvan 15 jaar hier in Medemblik. Met schoenen heb ik zelf op de markt gestaan. En hoeveel keer groter was die toen? Nou, toen waren het er 72, 75 kramen zo'n beetje. Dus dat, en nu? 32. Bij sommige kramen is het nog druk. Anderen zien ook een terugloop. Er komt minder publiek als een paar jaar terug, ja. Dat zeker. De mensen die wel komen, zijn vaak ontevreden over het aanbod. Ik vind het niet zoveel. Er staat weinig, vind ik. Dus alleen voor de groenten en eventueel een bloemetje. En voor de kaas. En verder niet. Jonge mensen komen al helemaal niet voor de markt naar het centrum. Om naar de winkels te gaan. Ik moest even naar twee winkels en dan ga ik weer naar huis. Niet naar de markt? Nee, niet naar de markt. Waarom niet? Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik ga eigenlijk nooit. Het trekt me ook niet zo. Voor de traditionele weekmarkt is dit een groot probleem. De jeugd ziet de markt niet meer zitten, want jonge kooplieden zie je niet. De markt vergrijst. Vroeger, op zijn oud-Hollands te zeggen, mijn moeder ging naar de markt en mijn vader was aan het werk. Maar tegenwoordig werken ze alle twee. In Medemblik wordt geopperd om de markt van maandag naar zaterdag te verplaatsen. Nee, dat vind ik geen goed idee. Nee, ik heb zaterdag een goede markt, dan zou ik hem moeten laten gaan. En zo staan hier iedereen die hier staat, heeft zaterdag een goede markt. Is er dan nog hoop voor de weekmarkt? Voor de toekomst zie ik wel markten, maar dat worden meer behoeftemarkten. Zeg maar markten waar alleen aardappelen, groenten, fruit, kaas, vis, bloemen, dat soort dagproducten te verkrijgen zijn. Dus een kleine markt, maar of dat levensvatbaar is? Ik denk dat het hier op een gegeven moment steeds minder wordt. Want als het zo blijft, dreigt de traditie van de maandagse weekmarkt in Medemblik in elk geval verloren te gaan.